Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Welkom, ook iedereen die op andere wijze dan hier in de zaal het verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Meneer Eland, welkom. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Neemt u plaats. Meneer Eland, u was vanaf 1998 10 jaar lang de klantcontactpersoon, zo noem ik het, van Alstom voor de NS en High Speed Alliance. Alstom, een Frans bedrijf, bouwt onder andere treinen en is al bekend als bouwer van de TGV's die in Frankrijk rijden en ook onder de naam Thalys in Nederland bekend zijn voor de route Amsterdam-Parijs. Wij willen met u een verhoor houden, omdat wij met u een aantal punten willen doornemen. Alstom doet lang mee aan de aanbestedingsprocedure voor de treinen die High Speed Alliance binnenlands en naar Brussel wil laten rijden op de HSL Zuid. En deze aanbestedingsprocedure duurt ongeveer 2,5 jaar en start in 2002. Ook in deze procedure bent u het aanspreekpunt vanuit Alstom. Ik zei het al, in dit verhoor hebben we vragen aan u over de aanbestedingsprocedure. Met name ook, komen we later op, het besluit van Alstom om in de laatste fase geen nieuwe aanbieding te doen. Dat is een punt waar we straks op komen. Maar we beginnen helemaal bij het begin, bij wat wel wordt genoemd de marktconsultatie. Alstom was namelijk, zo begrijpen wij al, vrij vroeg in het totale proces bij het geheel betrokken, bij de HSL Zuid. Project. Ook rondom het besluit tot de aanleg van de infrastructuur is er al van gedachten gewisseld, is er al contact geweest met Verkeer en Waterstaat. Kunt u aangeven op welke momenten Alstom echt serieus in gesprek is geweest over de HSL Zuid en over het beoogde vervoer? We zijn met name in het begin van het opstellen van de specificaties door de staat voor het vervoer over die hogesnelheidslijn zijn we betrokken geraakt in de marktconsultatie. En toen was er nog sprake van een, dat is later ook doorgegaan, een 300 km per uur segment. En een, dat begon toen op te komen, 220 km per uur segment. En met name voor dat laatste segment zijn we een aantal keer in gesprek geweest met vertegenwoordigers van het ministerie, van Rijkswaterstaat en namens hen ook een aantal consultants die daar bezig waren om de, ik neem aan, de concessie-eisen die moesten gaan gelden, te detailleren. Oké, dus u was echt al betrokken bij de snelheden waarmee gereden zou worden over de hoge snelheidslijn. Was u ook betrokken bij het beveiligingssysteem, wat wij wel vaker noemen het ERTMS-systeem, totale beveiligingssysteem van de baan in contact met de trein? In mijn rol niet. Ik was duidelijk alleen maar verantwoordelijk voor het rollend materieel. Ik kan me niet herinneren of collega's van mij die ook in de business van de, ja, het seinwezen zouden we zeggen, ook van ERTMS verstand hebben of die betrokken zijn. Dat kan ik me niet herinneren. En vanuit de treinen, het beveiligingssysteem ERTMS, was u daarbij betrokken toen al werd gesproken over de HSL Zuid en het gebruik? Het is toen aan de orde geweest, maar niet, daar is niet over details. Niet specifiek op dat punt, oké. En over technische eisen die aan de trein zouden worden gesteld, bent u daarover geconsulteerd? Ja, daar zijn we over geconsulteerd. Daar hebben we ook de ingenieurs uit Frankrijk bij betrokken. Die in ontwikkeling van treinen en nieuw treinmateriaal zaten. En met name op het gebied van de beveiliging en de brandbeveiliging zijn heel veel gesprekken gevoerd. Oké, dus dat is wel beveiliging, maar niet het ERTMS-systeem, maar in algemene zin veiligheid. Veiligheid van
Kunt u er iets meer over zeggen wat dat dan betekent? Wat waren dan uw gedachten daarover? Er kwam toen al op dat er een groene harttunnel was of zou zijn die waarvoor hele specifieke eisen gingen gelden. In die tijd was er meer en meer aandacht voor brandveiligheid in tunnels. En toen zagen we al voor ons dat een, als ik het zo mag zeggen, opeenstapeling van nieuwe regels ging gelden, met name in die groene harttunnel. En daardoor dus ook de hele lijn. En men heeft met ons besproken wat voor eisen dat dan zouden moeten zijn, waar je dan aan moest denken en of in het geval van Alstom daar ook bekendheid was met de wat meer specifieke eisen die zouden gaan gelden op dat moment. Oké, dus dat was echt een zoektocht naar welke eisen moeten we stellen, wat maakt het veilig om uiteindelijk te kunnen gaan rijden? Ja, zeker in die eerste fase leek het erop alsof men al wist wat men wilde en dat met ons wilde wisselen of dat op de markt verkrijgbaar was. In de gesprekken herinner ik me, dat is van heel lang geleden, dat als wij een vraag stelden, we vaak de tegenvraag kregen, ook van de consultants, hoe zou u het oplossen? Ja, ja. Voorzichtig gezegd concludeerden we dat we met z'n tweeën aan het zoeken waren op dat moment. Oké. Kijk even of mevrouw Vos op dit punt vragen heeft. Nee, niet over de marktconsultatie. Dan zoomen we even in op de veiligheid van het systeem. Kijk ook even naar ERTMS. Ook andere punten die u bespreekt vandaag. In 2002 gaat die aanbesteding van die treinen officieel van start. Met de bekendmaking in mei. Het is denk ik goed om ook voor de mensen die dit belangstellend volgen even uit te leggen hoe dat dan ging. Die aanbestedingsprocedure werd formeel gevoerd door aan de ene kant de Belgische spoorwegen en voor de Nederlandse zijde door een bedrijf wat in Ierland was gevestigd, NSFSC, eigenlijk Financial Services, een leasemaatschappij van de NS. Samen dus met die Belgische spoorwegen waren zij de, wat zo mooi wordt genoemd, de Awarding Authority, degene die trein kocht. Voor het gemak, om de mensen niet te verliezen onderweg, spreken wij over HASA, High Speed Alliance, het bedrijf dat die treinen zou gaan bouwen. Die was zeker in het begin van die aanbesteding eigenlijk nog wel erg in de lead. Later werd dat meer het bedrijf dat het echt ging kopen, maar op dit punt willen we nog even bij HASA blijven. Nou, nadat Alstom als kandidaatbouwer geaccepteerd was en mogelijk kon gaan bouwen, kreeg u ook op enig moment in december 2002 het bestek toegezonden. U gaf aan, u was al eerder wel betrokken, maar op een bepaald moment kreeg u echt het bestek en dat is het totaal van technische en daarbij ook de commerciële eisen. HASA vraagt dan 16 treinen te leveren met een maximumsnelheid van 220 km per uur en mogelijk dus in optie nog 10 treinen. Kunt u zeggen wat u vond van het bestek dat u kreeg toegezonden? Ja, dat is een hele algemene vraag. Wat wel gelijk bij beschouwing van het bestek duidelijk was, was dat er toch wel heel veel nieuwe eisen in het bestek te vinden waren. Waarbij aan de ene kant, als je naar de MV-criteria kijkt van het bestek. Wat zijn MV-criteria? De economisch meest voordelige criteria in die hiërarchie die daar opgesteld werd, was een van de dingen dat je zoveel mogelijk, is weer Engels, proven technology moest leveren. Waarbij we dat beschouwden tegen de eisen in het bestek. En daar zaten heel veel dingen in waarvan we zeiden, ja, dat hebben wij niet in het pakket of op de toonbank liggen. Is dat expliciet gezegd? We willen proven technology en vervolgens krijgt u dit eisenpakket waaraan u moet voldoen? Ja, dus zo'n lijstje met opeenstapeling. Het begint met, wat heel belangrijk is, de prijs per zitplaats en dan een aantal andere criteria waarop beoordeeld werd. Stond niet bij volgens welke weging, maar dat was in die tijd nog niet nodig. Maar een van die dingen was de hoeveelheid of de omvang van de proven technology die er in de aanbieding zat. Oké. Een vrij nieuw onderdeel is ERTMS. Ja. Kunnen we daar even op inzoomen? Want is ERTMS nou gemakkelijk in te bouwen in een nieuwe trein? Ja, wat noemt u gemakkelijk? Voor Alstom bijvoorbeeld? Ja, voor uw bedrijf? Ja, voor ons was dat doenbaar. Wij kenden ERTMS ook al zeker vanuit de
techniek en apparatuur die je aan de baan zelf moet installeren. En wij kenden ook de technologie die je in de treinen moet installeren. Waarbij je vaak ook later ziet dat er aan de baankant een andere leverancier het baandeel installeert en de treinleverancier vaak zijn eigen ERTMS-oplossing in zijn treinstellen installeert. En dat moet dan goed met elkaar praten. We hebben verschillende mensen gesproken, ook over ERTMS inmiddels al. We hebben er veel studie naar gedaan. Kan ik het als volgt samenvatten dat ERTMS wel nieuw was, maar niet voor Alstom echt nieuw was? Dat klopt. Wat is een gangbare termijn om ERTMS in een trein in te bouwen? Daar kan er zijn verschillende versies, misschien moet ik dat nog even erbij duiden. Als er een bepaalde versie wordt gevraagd, hoe lang zou Alstom daarmee bezig zijn geweest om het in een trein in te bouwen? Daar kan ik u geen goede schatting van geven, maar het inbouwen in een trein van de apparatuur, dat zal zeker wel misschien 1-2 maanden zijn om het goed. En hoe meer treinen je maakt, hoe makkelijker en hoe sneller het gaat. Daarnaast heb je natuurlijk de versies. Je begint bij een versie. Het moet ook duidelijk zijn in welke versie je met de baanapparatuur moet spreken. Het dialect waarmee je gegevens uitwisselt. Er zijn soms bestaande treinen of nieuwe treinen. Is daar nog verschil in een bestaande trein ERTMS inbouwen of in een hele nieuwe trein het gaandeweg de bouw erop inrichten? Gaat dat dan laatste sneller of niet sneller? Bij een nieuwe trein moet dat, ik weet niet zeggen sneller, maar makkelijker gaan. Omdat je van tevoren al weet in de inrichting van de cabine en alle technische ruimtes die daar te engineeren zijn, dat spul erin moet. Als je een bestaande trein hebt, is het vaak woekeren om nog de plek te vinden waar die apparatuur dan ingebouwd moet worden en aangekoppeld met de remsystemen en dergelijke. Dus bij een nieuwe trein moet het, ik wil niet zeggen in de tijd, maar in het gemak van inbouwen makkelijker zijn. En dat is dus minder dan 4 maanden. Mag ik dat dan zo begrijpen? Ja, dat durf ik. Ik heb niet in een fabriek gewerkt, maar dat klinkt aannemelijk, ja. Oké, kijk even naar mevrouw Vos. Ja, ik wil nog even wat vragen over het moment dat u dat bestek zag. U zei dat u vond dat het wel heel veel nieuwe eisen waren. En u was ook betrokken bij de marktconsultatie daarvoor. Was dat niet met het ministerie besproken dan, die nieuwe eisen? In algemeenheid wel. Mm-hmm. De details die we daarna zagen, met name voor de eisen die aan het draaistelsysteem werden gesteld. Daar kwamen toch dingen naar voren waar we zeiden, ja, dat is echt innovatie. Dus dat hebben we niet, want dat bestaat ook nog niet. Dat is ook nog nooit gevraagd. En dat is dat niet uit de marktconsultatie van tevoren gekomen. Dat is ergens in die periode tussen het opstellen van het bestek en de marktconsultatie, heeft men bedacht dat ze dus innovaties wilden op de draaistellen. In het geval van de gesprekken die daarvoor met Alstom zijn gevoerd wel, ja. En u had het net ook over de ENVI, de economisch meest voordelige inschrijving en die criteria die daar gelden. U zei net, uit die criteria blijkt dat men proven technology wilde en tegelijkertijd heel veel nieuwe eisen. Wilt u daarmee zeggen dat de bestek op twee gedachten hinkte? Nee, het speelt mee. Je moet aangeven en daar komt uiteindelijk ook de discussie over waar je voor de technische eisen op een gegeven moment in je bieding moet zeggen, daar voldoen we aan, daar voldoen we nog niet aan. Die afweging, als je zegt we voldoen er nog niet aan, betekent het impliciet we moeten misschien innoveren of meer geld investeren. Mm-hmm. Maar ja, als je iets nieuws ontwikkelt, heb je weer minder proven technology. Dus dat is een beetje een afweging op zo'n moment. Oké, maar dat betekende de facto dus dat als u kijkt naar die ENVI, dat er nog wel veel overleg zou moeten plaatsvinden? Ja. Oké, helder. Ja, nog even terug naar ERTMS. Het is u waarschijnlijk ook bekend dat dat later nog een issue is geworden, ERTMS. Ja, dat heb ik uit de pers begrepen, ja. Kunt u daar iets over zeggen, wat daar uw beeld van is, wat daar is gebeurd? Nou, het beeld wat opkwam is hetzelfde wat u en ik waarschijnlijk in de pers hebben gelezen, is dat in de discussies over de planning van het leveren van de treinstellen van de firma die het gegund heeft gekregen, het kennelijk heel lang heeft geduurd voordat men verder kon, doordat een bepaalde versie van software in mijn termen nog niet bekend was of vastgesteld was. Ik meen me te herinneren dat dat het issue was.
Dat vond ik verwonderlijk. Waarom vond u dat verwonderlijk? Omdat je in die tussentijd al heel veel aan een trein kunt ontwerpen en bouwen, voordat je dat zeker weet. Maar ik ken het contract met de firma Ansaldo Breda natuurlijk niet. Maar u herkende de problematiek niet in de media zoals u dat zou zien als treinenbouwer? Als treinbouwer niet, nee. Nog even over die eisen. Hè? We hebben vanochtend ook een gesprek gehad over eisen. Ik wil graag van u horen als u daar een duiding aan moet geven, aan die eisen. Zijn dat nou typische eisen voor een hoge snelheidstrein of meer de eisen voor een snelle intercity? Wat is uw duiding van al die eisen die zijn gesteld? Zoals u het vraagt, waren het wel naast de gewone eisen die je aan trein stellen in het intercity segment, zeg tot 160 of 200 kent, dat er toch heel veel eisen zaten die uit het hoge snelheidssegment tevoorschijn kwamen. Ook impliciete eisen. Als je dus naar 220 moet, moet je ook een volgende stap nemen. Dan moet je wat extra's aan je draaistellen gaan doen qua stabiliteit, ontsporingsbeveiliging. En je krijgt ook een moment dat je aan drukdichtheid van je wagons moet gaan werken. Daarnaast was niet zozeer voor het hoogsnelheidssegment, maar ook werden veel eisen gesteld aan de brandveiligheid. En dat betekende ook dat er was één eis dat je 15 minuten het vuur binnen moest houden als het ergens ontstond. Dat betekende extra engineering aan met name de delen van de trein waar motoren en hoogspanningssystemen zitten. Die moet je helemaal inpakken. En dat was op dat moment gebaseerd op de proven technology die we in huis hadden, was nieuw. Dus dat waren zware eisen. Zowel voor brandveiligheid, maar ook voor het hoge snelheids, quasi hoge snelheidssegment wat daarin zat. Waren het technische hoogstandjes? Nou, het was oplosbaar. Maar het heeft natuurlijk te maken met je moet extra research doen, je moet het testen, je moet het warm kunnen maken. En dat moet binnen tijd en binnen een marktconforme prijs. Was het voor iedereen oplosbaar? Dat kan ik niet. Bent u op enig moment nog benaderd om mee te denken aan de oplossingen? Nou, ik heb in die tijd eraan gewerkt. Nee, dat hebben we. Ik kan me alleen herinneren dat we intern veel vragen aan elkaar hadden. En die hebben we dan weer kunnen wisselen met de aanbestedende dienst daarover. Dank u wel. Mevrouw Vos. Ja, dan gaan we naar de volgende fase, de biedingen. In de aanbestedingsprocedure dienen uiteindelijk 4 potentiële bouwers in rond april 2003 een bieding in. En 2 vallen dan onmiddellijk af, dat zijn Siemens en Bombardier. En dan gaat de procedure verder met 2 aanbieders, dat zijn Alstom en Ansaldo Breda. Was u toen bij de indiening van het bieding op de hoogte welke partijen er allemaal meededen bij die aanbestedingsprocedure? Ja, dat heb ik me afgevraagd of ik dat officieel heb geweten. Maar ik heb wel geweten dat er 4 aanbieders waren. Hoe wist u dat? Omdat ik toen rond het gebouw waar dat ingediend moest worden heb gelopen om te kijken wie er aankwamen. Toen heb ik herkend welke partijen daar hebben aangeboden. Ja. Kan ik me dat zo voorstellen dat u keek naar de kentekens en de auto's? Zoiets, ja. En toen had u door dat het om deze 4... Ja, en daarna, ik kan me dus niet herinneren of wij er officiële mededeling van hebben gekregen. Ik weet, misschien staat er zoiets in het bestek over de fases, maar het was duidelijk dat er 4 aanbiedingen waren en vrij kort daarna was het duidelijk dat er 2 waren afgevallen. En dat... Even voor ons begrip, krijgt u dan de opdracht, zoek ook even uit wie daar rondrijden? Nou, werd mij wel gevraagd om even in de buurt van het gebouw te blijven. Het was natuurlijk een bepaald uur. Ja. Waarop die aanbiedingen binnen moesten zijn. En wij moesten 2 keer 12 sets aanbiedingen maken in het Nederlands en in het Engels. Dus dat zijn nogal wat dozen of kisten. Dus je zag wel dat er een auto met veel spullen binnenkwam rijden in de garage. Ja, zo is dat gegaan. Dus alle dozen, alle auto's met dozen erachterin, daarvan had u zo'n vermoeden wie dat waren. En heeft HSA u nog officieel meegedeeld later welke partijen waren afgevallen? Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Dat weet ik niet. Nee. En wist u op een gegeven moment dat Ansaldo Breda uw enige concurrent was?
Ja, en dat hebben wij geweten. En hoe wist u dat? Ja, dat is waarschijnlijk wat je met een zieke term marktintelligentie noemt. Daar zijn we achter gekomen. En het kan best zijn dat het een keer ons mondeling is meegedeeld. Maar het was in ieder geval duidelijk dat we met z'n tweeën aan boord waren. Ja. En wanneer ongeveer, weet u dat, wanneer u dat helder werd? Ja, die offerte is in eind april ingediend. Ik denk dat we dat rond juni, juli moeten hebben geweten. Juni, juli wist u al dat u eigenlijk over was gebleven met Ansaldo Breda. Dus eigenlijk al redelijk vroeg in die procedure. Wat was uw indruk van Ansaldo Breda als uw concurrent? Hoe schatte u de kansen van Alstom in? Ja, dat zijn twee vragen. Onze indruk van Ansaldo Breda als concurrent was dat het niet de meest bekende was op het gebied van proven technology in dit toch wel, zeg maar, quasi high-speed segment. Mm-hmm. Onze kansen, dat is een andere vraag. Je weet natuurlijk niet, als je naar de MV-criteria kijkt, hoe men gaat beoordelen. Daar zitten ook criteria in. He, zoals de prijs per zitplaats en zo. Dus er was toch wel veel waar ook deze firma op kon gaan scoren. Maar ik heb altijd begrepen dat bij aanbestedingsprocedures ervaring heel belangrijk is. U zegt net, Ansaldo Breda stond niet bekend als een hoge snelheidstreinbouwer. Was dan niet gelijk het gevoel van, nou ja, onze kansen staan er wat dat betreft goed voor, omdat wij al die TGV hebben gemaakt? Nou, we hebben het toch altijd wel serieus bekeken. Wat bedoelt u serieus? Dat wij een kans hadden, maar dat de andere partij ook een goede kans had. Ja. Ja. Omdat u niet precies wist hoe die criteria gewogen zouden worden en wat uiteindelijk de doorslag zou geven. Klopt. En het bestek ging toch over een nieuw soort trein, nieuw soort treinstel. Dus alles was nieuw, maar was dan niet van tevoren helder van hoe precies die gunningscriteria gewogen zouden worden? Dan kan je toch een beetje een inschatting maken? Het was niet bekend. Bekend. In het bestek staat wel dat er in volgordelijkheid van prijs per zitplaats, onderhoud, enfin, zo'n rijtje, beoordeeld zou worden. Maar niet wat de wegingsfactoren waren. Dus u wist niet hoe zwaar het zou wegen dat u wel ervaring met hoge snelheidstreinen had en dat een ander dat niet zou hebben. Dat was niet bekend. Klopt. Oké, helder. Dan ga ik naar het volgende onderwerp. Vond u het eigenlijk een commercieel interessante opdracht? Het was in die zin commercieel interessant, omdat je in het tussensegment wat zich kennelijk ontwikkelde in Europa waarschijnlijk, maar in ieder geval op de hoogsnelheidslijn, dus in dat 220 kilometer segment, treinstellen gevraagd worden. Werden op een lijn die daar speciaal voor geschikt is. Ja, dus een echte hoogsnelheidslijn. Is dat commercieel interessant of gewoon als treinenbouwer interessant? Als treinenbouwer is het interessant omdat je dan misschien een referentie opbouwt die misschien later ook ergens anders je kan helpen. Mm-hmm. SEC gezien was die commercieel wat minder interessant omdat de aantallen behoorlijk laag waren. Het bestek praat duidelijk, ik onderstreep dat, over een aantal van 16 tot 26 treinstellen. Dat is voor een trein die je voor een groot deel nog moet ontwikkelen in componenten en in delen, levert wel grote vaste kosten op die je over een klein aantal kunt uitsmeren. En wat is dan de normale orde grootte waar Alstom aan gewend was? Voor een vergelijkbare opdracht? Ja, voor een vergelijkbare opdracht in het hoogsnelheidssegment is natuurlijk heel lang geleden door Alstom die TGV ontwikkeld en die is doorontwikkeld. En daar zijn inmiddels weer nieuwe versies van, waarbij je van tevoren weet dat in een aantal segmenten, met name in Frankrijk, maar daaromheen ook, daar interesse en emploi voor is. Dus dan kun je van tevoren heb je een goede marktverwachting van zo'n ontwikkeling. Hoeveel TGV's zijn er gebouwd ongeveer? Nou, dat weet ik niet, maar dat zullen er in alle versies, schat ik toch zeker meer dan 100 of misschien wel 200 zijn geweest. Ja. Oké, dat is inderdaad wel een groot verschil met 16 tot 26. Het bod dat Alstom deed, kunt u dat beschrijven voor ons? Welke aspecten ervan? Ja, hoe zag het er ongeveer uit? Wat bood u aan? Aha, wij boden aan een tweetal oplossingen, alle twee in een dubbeldeksversie. Ja. We hebben een aanbieding gedaan voor een
trek-duwcombinatie, push-pull, waarbij een aantal wagons getrokken of geduwd worden door een locomotief die daarvoor, en als je de andere kant op rijdt, daarachter geplaatst is. Een tweede aanbieding die ook meegegeven is, is een aanbieding gebaseerd op een trein waarbij de aandrijving verdeeld zit over de trein zelf. Dat noem je een electrical multiple unit. Dus op verschillende plaatsen in de trein zitten aandrijvingen, waarbij je aan twee kanten een cabine hebt waar de machinist aan zit. Mm-hmm. Dat waren onze twee aanbiedingen. En die waren enerzijds gebaseerd op al bekende technologie voor de locomotief, de T13. Die bestond, maar weliswaar aangepast zou moeten worden. En de wagons waren gebaseerd op de ontwikkelingen die we toen aan het maken waren in het, dat noemden we de M6 wagons, die dubbeldaks waren, die ook in België aangeboden zouden gaan worden. Het andere aanbod was gebaseerd op een familie intercity treinen die toen de Coradia Duplex heette. Maar nog niet voor deze snelheden. Bestond die Coradia Duplex al en werd die dan ook dus aangepast aan de eisen? Of? Dat klopt. Die bestond dan, oké. Okay. Dat waren dus allebei dubbeldeks en ze konden ook allebei 220 km per uur? We hebben zelfs 220 km per uur treinstellen aangeboden. Want was dat al, die zijn dus eigenlijk twee platforms die bestonden. Waren die platforms al geschikt voor 220 of waren dat die 200 km per uur treinen? Die waren nog niet geschikt voor 220 km per uur. Die zouden dan geschikt gaan maken voor 220 km per uur. Waarom heeft u geen TGV aangeboden? Enerzijds omdat die TGV veel duurder is dan een intercity-achtig treinstel. Ja. Anderzijds omdat die TGV, dat lijkt dan op proven technology, maar ook de TGV, als je die nieuw zou aanbieden, zou behoorlijk omgebouwd moeten worden voor de eisen die op dat moment gingen gelden in het bestek. Daar is ook verder geen sprake van geweest dat dat een oplossing zou kunnen zijn. En het aantal zitplaatsen in een TGV? Ja, zou dat wel zeg maar, aan die eis van rond de 550 kunnen voldoen? Dat weet ik niet. Die beschouwing hebben wij niet gedaan op dat moment. Nadat u het bod had ingediend, en dat was in april 2003, controleerde HASA of u voldeed aan alle gestelde eisen. Dat waren er ongeveer 1750. Voldeed uw bod in eerste instantie aan al die eisen? Nee. Nee. En kunt u iets zeggen op welke punten dan dat bod niet voldeed? Nou, er werd een onderscheid gemaakt in het voldoen aan de commerciële eisen en aan de technische eisen. Ja. We hebben wel een bod gedaan, en dat mocht ook, dat stond ook beschreven, voor een aanbieding die met een prijs die erbij hoort voor het voldoen aan alle commerciële eisen. En als je dat deed, mocht je ook een B-aanbieding doen voor waarbij niet alle commerciële eisen gehaald werden, waarbij de prijs natuurlijk gunstiger werd. Welke was dan A, welke was B? De B-aanbieding was met niet voldoen aan alle commerciële eisen. En was dat die trek-duw of was nee, dat nee, nee, dat was, ik denk dat we dat voor alle twee die aanbiedingen ook weer gedaan hebben. Dus vier aanbiedingen op commercieel vlak. Ja. En daarnaast in de technische lijst kan ik u zo niet zeggen op welke punten wij voldeden en niet voldeden in de eerste aanbieding. Dat is, u zegt hetzelfde, er zijn ontzettend veel eisen geweest. Dus maar was er bijvoorbeeld één eis die uit de technische lijst waaraan u niet voldeed? Moet ik dan denken aan de grootte van de ramen? Dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Het waren aspecten van draaisteltechnologie, aerodynamica, aantal zitplaatsen. Dus een heleboel eisen die niet in eerste instantie als afvaleisen werden bestempeld. Maar daar waren heel veel eisen tussen waarvan we zeiden, ja, je had twee mogelijkheden. Te zeggen, we voldoen, punt. Of we voldoen niet helemaal, maar of lezen we het nou goed dat ook. Hè, dus dat is heel moeilijk te zeggen. Dus zo is onze aanbieding, heeft onze aanbieding gestalte gekregen. Is dat wat u net zei van oké, veel eisen, maar daar kan je altijd over praten? Ja, wij hebben de richting gekozen om gewoon eerlijk over al die eisen in gesprek te gaan. Waarvan we zeiden, als je het SEC leest, voldoen we niet SEC. En dat stond ook in het bestek beschreven, dat er daarna, als je door mocht, een onderhandelingsfase kwam waar dit soort aspecten aan de orde kwamen.
En die gesprekken gaan die dan over dat u zegt, nou, je stelt wel deze eis, maar je kunt het beter zus en zo doen? Of hoe? Ja, we hebben, is de insteek van die gesprekken. Ja, we hebben, nou, in de eerste aanbieding hebben we ook beschreven hoe wij de eisen interpreteerden of welke oplossing wij zouden zien die misschien niet helemaal voldoet aan de gestelde eis. Kan je dan op zeggen alle dat, punten. Dat het een realistische opstelling is? Ja, dat was een realistische aanbieding naar mijn idee, of naar mijn herinnering, waarbij je zegt, kijk, u vraagt dit. Dit kunnen we u bieden. En we denken dat we hiermee ook een passend voorstel doen. En even voor ons begrip, is het nou gebruikelijk dat je niet in eerste instantie voldoet aan alle eisen en dat je dan wel daarover in gesprek gaat? Of zijn er dan ook procedures geweest waar je in één keer wel kan voldoen? Nou, ik heb daar niet zo verschrikkelijk veel gedaan, want dit heeft ook al jaren op zich geduurd. Maar het was in de aanpak van Alstom in die tijd wel gebruikelijk om zodra je de eerste aanbieding deed, al aan te geven op welke punten we op zijn minst eens even met elkaar moesten spreken. Ja, maar misschien moet ik mijn vraag iets meer verduidelijken. Is het gebruikelijk om op een gegeven moment ook in die fase in gesprek te gaan met de vragende partij van wat je wil, kan eigenlijk niet, dat kan je beter zo doen. Is zo'n bestek zeg maar helemaal gebeiteld of is dat uiteindelijk dan ook nog wel? In deze vorm van aanbesteden was dat bestek niet gebeiteld. Okay. En was er ook aanleiding om daarna over in gesprek te gaan. En hoe en wanneer communiceerde u met HSA over uw bod? Hoe ging dat? Wij hebben op een aantal momenten contact gehad met elkaar waarbij we het in eerste instantie al konden toelichten op hoofdlijnen. We hebben ook de aanbestedende partij een keer mogen uitnodigen in onze fabrieken, waarin op een aantal punten nog gesproken werd met technici. En we hebben op een gegeven moment een hele vragenlijst ontvangen, waarbij men ons vroeg die te beantwoorden. En dat ging met name over de punten waar ze nog geen voldoening hadden gevonden in onze aanbieding. En wat doe je dan? Je krijgt een hele vragenlijst. En wat gaat er dan gebeuren? Die vragenlijst die is, ik meen ontvangen, ergens halverwege juni 2003. Ja. Die vragen, dat waren in mijn herinnering iets minder dan 1100 vragen. Technische vragen. Is dat veel of is dat weinig? Is dat normaal? Wij vonden dat heel veel. Heel veel, 1100 vragen. En we hebben die in een tijdsbestek van een maand mogen beantwoorden in het Nederlands. Dus toen hebben wij die periode gebruikt met een hele club uit Frankrijk met name, om die beantwoording te doen. Dat ging over allerlei aspecten van de deur tot de beveiliging, tot aerodynamica. En in de laatste periode hebben we toen met een zevental mensen zitten vertalen in het Nederlands. En die beantwoording hebben we toen weer ingediend bij de aanbestedende dienst. En dat allemaal in één maand tijd? Ja. Dat was hard werken. Ja, dat was hard werken. En dan, op welk moment voldeed Alstom dan wel aan volledig aan de gestelde eisen? We hebben nooit volledig aan alle technische eisen voldaan. Nooit? In de verbeterde aanbiedingen daarna. We hebben wel veel verbeteringen kunnen aanbrengen, maar we hebben nooit 100% voldaan met een we comply statement voor elke eis. Is dat normaal dat je op alle gestelde eisen we comply moet kunnen zeggen? Nee, niet in deze aanbestedingsvorm. Wordt niet gezegd, u moet overal aan voldoen, anders valt u af. Oh, dus in de vorm was al gekozen van dat het niet 100% hoefde te voldoen? Dat was u de helder. Impliciet staat het zo in het bestek. Er was wel duidelijk aan welke eisen je echt sowieso moest voldoen. En dat zijn ook de beschouwing geweest die me in de quickscan heeft gedaan na het indienen van de eerste aanbieding. Mm-hmm. Waarop één of twee van de aanbieders afgevallen zijn. Meestal bij aanbestedingsprocedures, ik ga nu even iets vragen misschien over de aanbestedingsprocedure zelf. Dan horen biedingen eerst beoordeeld te worden op die eisen. En dan in een latere fase, kort voor de onderhandelingen, beoordeeld te worden op de gunningscriteria, die MV waar het net. Is deze procedure in die zin gaan zoals dat hoort? Ja, u noemt het woord beoordeeld. Maar we hebben niet de indruk gekregen dat we uiteindelijk beoordeeld zijn. Niet? Nee.
We hebben die hele, dat noemden ze de onderhandelingsfase doorlopen. Ja. Waarin we op een aantal punten, momenten met elkaar hebben kunnen spreken. We hebben ook die vragenlijst beantwoord. Mm-hmm. Die wij hebben mogen toelichten trouwens, als ik goed me herinner, eind november 2003. Een tweetal dagen is er toen gesproken met experts van de aanbestedende dienst, zowel uit Nederland als ook enkele Belgische experts. Ja. En daarna is een echte final offer, zoals het in het bestek staat, ingediend, die wij op 5 december hebben ingediend. Dan verwacht je dat dan de machines bij de aanbestedende dienst gaan draaien van nu gaan we naar de criteria kijken. Kijk, wanneer verwacht u dat dan? Dus u bent dus de hele tijd in gesprek over die criteria, uitleg en dergelijke tot november. Waarom, kunt u uitleggen waarom dus pas in november 2003 is gestart met de onderhandelingen? Vanwege al dat overleg? Nou ja, voor zover je het over onderhandelingen hebt. Er is een aantal momenten geweest dat we met elkaar gesproken hebben. En dan werd er gezegd... is één keer gezegd in het begin, uw ene aanbieding van die dubbeldeks Corradia duplex nemen we niet mee in de beschouwing. Want die vinden we niet goed genoeg op, nu al niet op zitplaatsen of ontsnapmogelijkheden. Ik weet niet wat de term was, maar dus het was ons wel gelijk duidelijk dat we op één aanbieding doorgingen. Die pushpool? De pushpool en de echte onderhandelingen. Komen op het moment dat je vragen krijgt van ja. Hoe zit dat, kun je dat niet verbeteren, wat betekent het als je het nou wel doet. Nou, dat zit eigenlijk verscholen in die vraag- en antwoord fase, die bij de beoordeling van de antwoorden erg lang heeft geduurd. Maar ja, op dat moment werden we in de tussentijd niet gebeld van kom het eens uitleggen. Hebben dat nog kunnen verduidelijken op eind november. Ja. Dus eind november pas eigenlijk begon dan naar uw beleving die onderhandelingsfase? Ja. Maar u zegt eigenlijk ben ik niet beoordeeld, want ik kreeg eigenlijk direct snel daarna kreeg ik het verzoek tot een best en final offer. Oh, dan heb ik u verkeerd begrepen. De echte beoordeling op de criteria gebeurt in mijn beleving op het moment dat je de best en final offer hebt ingediend. Op basis van alles wat je in die tussentijd met elkaar besproken hebt. En ik neem aan dat dan de beoordeling gebeurt, waarna, zoals hier beschreven, de gunningsfase ontstaat. Hoe kun je, je kunt in de tussentijd vragen hoe goed vindt u ons of zijn we nummer 1 of 2, dat krijg je niet te horen natuurlijk. Dat krijg je niet te horen. Maar als ik u voorraad dat uit ons onderzoek blijkt dat de aanbieding van Alstom, dus die trekduurcombinatie, wel op gunningscriteria is beoordeeld. Wat vindt u daarvan? Nou, we zijn heel benieuwd te horen hoe dat eruit heeft gezien dan, ja. Dat weet u niet. Dat is u niet het is een hele raar antwoord, maar... Ja, we komen daar misschien later aan, wat er in december is gebeurd. En, daar komen we inderdaad zo meteen op die fase van misschien de beste dat final we dan. Maar ik probeer het zelf ook nog eventjes te begrijpen. Dus u bent tot november eigenlijk bezig met verduidelijking van de criteria. En u zegt, ik ben eigenlijk niet beoordeeld en wij... Het is ons voorgekomen dat u wel beoordeeld bent op die gunningscriteria. En u zegt dat is ons nooit geworden. Waarbij ik onder beoordelen versta, u bent het wel of niet geworden of u bent wel een of lijstje niet gekregen. De preferred supplier op basis van u bent net iets beter. Van dat. Hè. We willen eerst met u verder praten over een contract. Dat bedoel ik met beoordelen. Ja. Is u in die tijd ook gevraagd om eventueel de snelheid te verhogen naar 250 km per uur? Nee. Helemaal niet? Nee. Ik geef even het woord aan de voorzitter. Het is altijd de bedoeling dat een aanbestedingsprocedure helder is, transparant is. Iedereen die meedoet goed weet waar die aan toe is. Maar als ik u zo beluister, heeft dat u dat niet zo ervaren? Dat klopt, waarbij ik wel de aantekening maak dat daarna is de wetgeving en de regelgeving wat dat betreft wat strakker geworden. Dat er in die fases zoals die in het bestek ook van tevoren werden aangekondigd,
ja, wel momenten, overgangen naar een volgende fase zijn beschreven, maar daar werd niet bij beschreven op welke gronden. En die hoefden ons dan ook niet duidelijk meegedeeld te worden. Zo interpreteer ik dat. Het was voor ons niet helemaal helder, dat ben ik wel met u eens, wanneer we nou naar de volgende fase gingen. Het is ons duidelijk dat wij onze aanbieding geaccepteerd is. Het is ons duidelijk dat wij in een onderhandelingsfase zijn gekomen, waarbij met ons gesproken is over een heleboel eisen en zaken die men toch graag wel ingevuld zou willen zien of verduidelijkt zou willen zien. En er is ons ook gevraagd om een final offer te maken. Dus dat zijn wel de heldere punten in de procedure geweest. Maar voor het overige, bijvoorbeeld de weging waarop u bent beoordeeld, daarin, op dat punt tast u eigenlijk nog een beetje in de duister. En wat ik u beluister, eigenlijk tot op heden weet u nog niet precies waar u nou op bent beoordeeld, in positieve dan wel negatieve zin. Dat klopt. We hebben inmiddels door de verhoren die u hiervoor heeft gevoerd wat meer inzicht gekregen, maar dat waren wel nieuwe dingen voor ons. In een aanbesteding kunnen allerlei aspecten een rol gaan spelen. We hebben tot nu toe even gesproken over de gunningscriteria, maar er zijn ook andere aspecten die mogelijk een rol hebben gespeeld. Heeft u nou de indruk dat er nog zaken een rol hebben gespeeld die niet direct in de aanbesteding waren besproken of waren voorgehouden, maar die, waarvan u toch het gevoel heeft gekregen dat ze een rol speelden? U bedoelt naast de commerciële en technische aanbieding, ja, die wij voerden? Nou, wat wel duidelijk was in die tijd was dat de firma Alstom breed, hè, Alstom Transport is een deel van Alstom, wel in een financieel wat mindere situatie was. Daar zijn ook volgens mij audits op uitgevoerd door de Nederlandse Spoorwegen. Verder gis ik of dat mee heeft geholpen. Er is ons nooit verteld, u staat er slecht voor, dus u gaat niet door. Nee. Nooit heeft u de indruk gekregen dat die financiële positie een serieuze rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Maar u sluit hem niet uit. Die sluit ik niet uit. Zeker omdat we wisten dat er ook, hè, dat mensen van de NS bij ons een audit hebben, een keer hebben uitgevoerd. Is dat gebruikelijk als Alstom een aanbieding doet, dat er dan een audit wordt gedaan naar de financiële positie? Nou, of was dat een signaal voor u? Van Alstom weet ik het niet, maar het was wel een signaal natuurlijk. En ik begreep dat signaal ook wel. Je wil als aanbestedende dienst natuurlijk wel weten met welke firma's je bezig bent, omdat dat lange trajecten zijn. Maar we hebben dat niet als een bedreiging gezien, nee. En nu hebben we uit verschillende verhoren begrepen dat, en uit de stukken, dat enkeldek, dubbeldek, dat niet criteria waren die als zodanig waren geduid. Heeft u de indruk dat dat wel heeft meegespeeld? Achteraf gezien wel, ja. Terugdenkend naar aanleiding van wat ik in uw verhoor ook heb opgepikt, weet ik wel dat ons één of twee keer gezegd is van ja, dat dubbeldek en bagage en dergelijke. Dat kan meewegen, maar het was absoluut geen criterium in de uitschrijving. Maar het is u wel voorgehouden van, goh, waarom een dubbeldek? Achteraf gezien is daar wel een keer gesprek over geweest, ja. En als ik het vraag, waarom een dubbeldek, wat is dan het antwoord aan mij? Omdat dat gebaseerd was op de aanbiedingen of de technologieën die op dat moment het meest voorhanden hadden, die het meest proven technology konden bieden. Zo herinner ik mij dat. Ja, omdat u zich realiseerde, waar we helemaal in het begin over spraken, dat er zoveel eisen waren, wilde u, ja, die overall eisen, die proven technology, daaraan voldoen en daarom kwam u met die duplex, met die dubbeldekker. En de hoeveelheid zitplaatsen. En de hoeveelheid zitplaatsen. Ja. Lag het nou voor de hand dat er dubbeldekkers zouden worden aangeboden? Ja, wat mij betreft wel. Als je op een, ja, noem het maar even populair, een Intercity Plus segment aanbiedt, dan wil je toch, zeker voor de vervoersmogelijkheid waar men het over had bij de shuttle, zoals die oorspronkelijk heette, je toch zoveel mogelijk passagiers op een comfortabele wijze, maar snel over wat grotere afstanden dan de gewone Intercity te verplaatsen. Het echte hoge snelheidssegment heeft weer een heel ander soort comfort met zich, wat ook minder stoeltjes oplevert. Dus zo hebben we dat gezien. Iedere keer weer de spanning, ja, een intercity of een hoge snelheidstrein. Ja. Het zat er iedere keer een beetje tussenin. En ook, ja, op dit punt was het voor u beide mogelijk, ja, dubbeldek of enkeldek. Ja. Mevrouw Vos.
Ik heb nog één vraag aan u over dit onderwerp. U zei net dat u heeft gekeken naar onze verhoren en dat u nieuwe inzichten heeft opgedaan. Welke nieuwe inzichten? Het waren met name de inzichten van de tijdlijn die ik probeerde in te vullen. Op welk moment met wie gesproken werd en wanneer die final offers zijn gekomen. Maar daar kwam ook dit aspect van die enkeldekoplossing naar voren. Dat men daarbij bij de NS, bij NS Financial en misschien bij de Belgische Spoorwegen toch ook wel van gecharmeerd was. Waar was de Belgische Spoorwegen van gecharmeerd? Van de Belgische Spoorwegen weet ik niet zeker, maar in ieder geval de aanbestedende dienst was wel gecharmeerd van de enkeldeksoplossing die de andere partijen omdat aanbod. Een dubbeldeks gewoon oncomfortabeler is voor een reiziger? Nee, maar ik heb aspecten gehoord, maar goed, dan moet ik. U weet meer van die voor dan ik heb ze alleen gezien. Maar daar ging het over aspecten van het verplaatsen binnen de trein met bagage. Omdat je natuurlijk een wat langere afstand aflegt. En het in- en uitstapregime, waar wij trouwens wel berekeningen over hebben gedaan, naar mijn weten. Omdat we natuurlijk met die snelheid en met die reistijd iets moesten zeggen. Maar het is u eigenlijk pas na vorige week geworden dat dat zo belangrijk was? Dat stond niet zo dat helder. Zo belangrijk is geweest, is me na vorige week geworden. Oké. Want u zei, had net ook al over de tijden, zeg maar. Daar wil ik het nu ook over hebben, over die fase van de best en final offer. Dus eigenlijk uw finale bod. Eind november 2003 vraagt HSA u een eindbod. Dat is het best en final offer. En dat moet u uitbrengen uiterlijk 5 december 2003. En dat gaat om een bod voor 23 treinen op dat moment. En dat is een bekend moment dus in aanbestedingsprocedures. En op basis van een best en final offer wordt uiteindelijk een keuze gemaakt. Ja, het ging over 19 in basis plus 4 optie treinstellen. En dan wordt ook bepaald welke partij de voorkeurspositie krijgt. En u dient dan op 5 december dat best en final offer in. In hoeverre week dat bod van 5 december af van uw eerste bod? Nou, aan detail weet ik dat echt niet meer, maar we hebben daar in ieder geval in verdisconteerd de uitkomsten van de onderhandelingen die wij in technische zin met elkaar gevoerd hadden, ook op basis van die hele vragenlijst, waarin wij ook verbeteringen hebben aangebracht en op een aantal punten gezegd hebben, nou, oké, we voldoen of u ziet dat we voldoen, dat hebben we meegenomen. Ja. Maar dan moet ik gissen, er is een beste prijs neergelegd, neem ik aan. En die beste prijs was iets lager wellicht dan het eerdere bod. Ja, dat denk ik wel. Ja. Want daar heb je dan over vragen over gekregen. En uiteindelijk die beste en final offer heeft ook met de beste prijs te maken. Ja. En heeft u dat best en final offer na 5 december nog aangepast? Nee. Niet? Nee. Want dat was een final offer. En dan gebeurt er in deze procedure iets bijzonders. Een paar dagen na het indienen van uw best en final offer, dus een paar dagen na 5 december, dan vraagt HSA u een nieuwe aanbieding te doen. En nu voor 12 in plaats van die 19 plus 4 treinen. Hoe ging dat? Kreeg u een telefoontje, een e-mail, een formele brief? En wanneer was dat precies? Precies weet ik het niet meer. We zijn kort daarna in mijn geheugen, na die 5 december, dat 5 december moment, ben ik gebeld door meneer Smulders. Gebeld. Ja, en die vroeg of ik langs kon komen op het kantoor van HSA. In Utrecht? In Utrecht. Ja. En ik heb daarover contact gehad met mijn leidinggevende in Parijs. En die zei, nou, ga het maar aanhoren. Er is iets, maar we horen het wel. Dus ik ben naar dat kantoor gegaan. Daar werd ik ontvangen door meneer Smulders en meneer Kitsen. En die hebben mij verteld dat er omstandigheden waren waarbij men met minder treinstellen wilde beginnen op deze concessie. En toen hebben ze mij gevraagd of ik als firma een aanbieding wilde aanpassen naar op basis van wat we inmiddels met elkaar gewisseld en aangeboden hadden voor 12 treinstellen. Met eventueel een optie van, nou, dit is geloof ik wel verteld, maar het was met name 12 treinstellen. Maar nog even dus voor, het gaat even op het moment, want u zei net ook, dat is een nieuw inzicht voor mij. Dat moment, toen meneer de Smulders u belde, zei hij nog niet waar het over ging. Nee. U bent even naar uw collega's in Frankrijk gegaan en gevraagd, zal ik naar die afspraak gaan?
op die dag, en u kunt waarschijnlijk in uw agenda nog vinden wanneer dat was, dat u dat daar gehoord heb ik heeft. Ook in voorgaande periode erg naar gezocht. Ik heb dat niet kunnen vinden. In mijn herinneringen is het rond de 10 dagen na die 5 december. Maar... Zo rond half december pas hoorde Alstom dat ze een nieuw best and final offer moesten indienen voor een veel lager aantal treinen. Ja. Hoe reageerde Alstom op deze vraag? Alstom heeft toen als volgt gereageerd daarna, want het is daarna natuurlijk ook schriftelijk aan ons medegedeeld. Alstom heeft gezegd, willen eerst dat u op basis van de BAFO, best and final offer, van 5 december, laat weten vanuit het bestek in welke, waar beschreven staat dat je in een gunningsfase ingaat, met welke weer Engels preferred supplier u door wenst te gaan. Mochten wij dat zijn, dan zullen we daarna eens reageren. Tot die tijd krijgt u van ons geen aanbieding. Dus de reactie van Alstom was, ga nu eerst maar uit je eigen procedure volgen, namelijk ons beoordelen op de gunningscriteria en dan praten we verder. Ja, en de argumentering daarvan, ik weet niet of dat meteen is meegegeven, is altijd geweest. U vraagt na dat best een final offer moment, vraagt u een nieuwe aanbieding. Dat is volgens ons buiten de procedure. Bovendien vraagt u iets wat buiten de bestekspanbreedte valt, namelijk 12, terwijl er toch duidelijk overal 16 tot 26 treinen staan. Buiten de bestekspanbreedte, kunt u dat nog even uitleggen? Het is echt niet, mag het niet om zoveel minder te vragen? Wat bedoelt u met de bandbreedte? Dat weet ik niet of dat op dat moment niet mocht. Het was onze interpretatie van de vraag die men ons stelde. En we hebben dus niet keihard gezegd, we doen nooit meer mee. We hebben ook niet gezegd, we trekken ons terug. We hebben gezegd, we willen eerst weten wat u nou in uw gunningscriteria van onze aanbieding van 5 december vond. Ja. En als daaruit was gekomen, maar dat is dan mijn vervolginterpretatie, van we hadden sowieso voor de andere partij gekozen. Nou, dan hadden we elkaar een hand gegeven en dan was het klaar. Maar dat is niet gebeurd, want u zei net, ik ben nooit beoordeeld op de gunningscriteria. En dan heeft het echt over dit moment eigenlijk. Ja. Ja. En heeft HSA nog toegelicht waarom er na die best and final offers nieuwe aanbiedingen gevraagd werd? Hebben ze dat nou goed uitgelegd? We hebben wel een gesprek aangevraagd daarna, meer in juridische zin. We zijn op het kantoor van NS geweest met vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst. En daar was een jurist bij van de NS en wij hebben ook met onze legal counsel hebben daar vragen gesteld. Hoe kon het nou dat u in deze fase een andere vraag gaat stellen? Mm-hmm. En daar hebben we herhaald wat we in eerste instantie zeiden. We hebben daar in ieder geval duidelijk uitgelegd. Hè. U treedt wat ons betreft buiten de bandbreedte. U moet ons eerst beoordelen op de echte best and final offer. Mm-hmm. Daar kwam in mijn herinnering niet veel meer uit dan dat we de standpunten hebben gewisseld. En dat was het dan. Dus je zat op het kantoor van NS, niet HSA? Begrijp ik dat goed, zei je dat? Ik kan me herinneren dat we niet bij HSA zaten, maar in het, dat noemen ze hoofdgebouw 4 of gebouw 4 in Utrecht. Dus gewoon in Utrecht bij de NS. En weet u nog wanneer dat gesprek plaatsvond? Was het in januari of in december? Ik weet het niet echt zeker. Het is niet later dan januari geweest. Maar in dat gesprek, daar kwam u eigenlijk niet verder. U wisselde standpunten uit en dat was het. Dat was het. Is er nog een gespreksverslag gemaakt van die bespreking? Wij hebben het, ik heb nog wel contact met Alstom gehad. Zoals u weet werk ik daar al heel lang niet meer. Nee. Wij hebben dat niet kunnen terugvinden. Niet kunnen terugvinden. En nog een, mag het nou eigenlijk volgens de regels van de aanbestedingsprocedure om op dat moment een andere bieding te vragen en zoveel minder? Dus die twee dingen. Nou, ik ben geen jurist, dat weet ik niet. Het bevreemde u wel, u heeft wel als Alstom gezegd dat het u bevreemde dat u na een best en final offer nog een final offer moest maken. En u heeft ook gezegd dat het aantal treinen, het verminderde aantal, dat zeer vreemd was. Ik denk dat die combinatie voor ons reden was om te zeggen, hier gaan we nu eerst even niet op in.
U zei net, het viel buiten de procedure. Wat bedoelde u daarmee? Nou, als je naar het bestek kijkt, daar worden die fases ook in aangestipt. Ja. En daar staat gunningsfase na final offer. Ja. En in de gunningsfase beoordeelt de dienst en zegt, met u gaan wij eerst eens proberen contact te sluiten. En dat is niet gebeurd. En u heeft vorige week ook wellicht gehoord dat in die tijd al wel gesproken werd met de andere partij. Voorzitter? U geeft aan dat u een aantal verhoren heeft gehoord. Het is misschien goed om dan even een paar punten naar voren te halen. U heeft dan waarschijnlijk ook gehoord dat de NS er aan bijgedragen heeft dat het aantal treinen is verminderd. Men het dus al wist voor Best and Final Offer. U heeft HSA horen zeggen dat zij dat nog niet zo scherp hadden op het moment dat ze die Best and Final Offer vroegen. Nou ben ik benieuwd hoe u dat nu duidt. U zat op dat moment bij NS. Is u bekend geweest dat NS op dat moment eigenlijk met u een gesprek voerde over Best and Final Offer, terwijl zij al wisten dat ze minder treinen gingen bestellen op het moment dat HSA u die Best and Final Offer vraagt? Is dat aan de orde geweest? Ik zat toen bij Alstom, maar ja? Ik praatte met NS. We hebben misschien aan het eind ook mensen van NS Financial Services ontmoet. Dat was voor ons nieuw. Heeft u de indruk gehad dat de NS open was daarin naar u? Dat zij dat eigenlijk al wisten op het moment dat HSA de Best and Final Offer vroeg? Ja, dat is een interpretatie achteraf, omdat ik nu gehoord heb hoe de verschillende... Wat vindt u daarvan? Nou, mijn oordeel ervan is dat op dat moment er geen level playing field situatie meer was in de procedure. En dat is een net woord voor die je vertaalt met dat allen gelijke kansen hebben op dat moment. Hm. En het feit dat er men eigenlijk al de beslissing had genomen met minder treinen te moeten beginnen en toch een Best and Final Offer vraagt, ja, dat kan natuurlijk ook komen omdat je toch op een gegeven moment vraagt, wilt u een BAFO maken? Dat kost een paar dagen of weken en het kan ook parallel gelopen zijn, dat weet ik niet. Maar hebben we vanmorgen horen zeggen dat zo'n aanbestedingsprocedure voor een treinenbouwer wel een miljoen euro kan kosten. Zijn dat nou ook bedragen waar Alstom mee gerekend heeft bij de aanbieding? Of inmiddels misschien nog wel meer, omdat u langer in de procedure zat? En met een team nog alle eisen? Ja, we hebben wel een inschatting gemaakt. Die inschatting, maar dat is voor de hele periode van marktconsultatie. We hebben nog budgetoffertes voor de verschillende aanbieders voor de concessie gemaakt enzovoort. Ligt dat tussen de 4 en 5 miljoen tenderkosten, zoals dat heet. En dan heeft u aan het eind het gevoel gehad dat het niet een gelijk speelveld was, dat u niet bent beoordeeld op basis van wat u was gevraagd. Nog even over die level playing field discussie die u aanstipt. Had u het idee dat anderen al eerder wisten dat er minder treinen zouden worden besteld? Wat bedoelt u dan precies met level playing field? Nee, ik bedoel het niet over het aantal treinen. Okay. Het gaat meer over de preferentie die er op een gegeven moment wordt uitgesproken voor een misschien andere snelheid, voor een singledekker, dat soort zaken. En ja, het is ook vreemd, voor mij heel vreemd geweest dat hoorde ik op de verhoren, dat na een toch wel magisch moment van 5 december de andere partij nog betere aanbiedingen of addenda indient. Ik weet alleen niet of men die heeft meegenomen. Je kan natuurlijk mailen of schrijven wat je wilt. Eigenlijk moet je dat dan terzijde leggen als je een beoordelingsfase gaat starten. Maar goed. Gaat het dan ook over een majeur punt, namelijk niet langer 220 of 230, maar 250? Is dat nog een issue? Is dat u ook gevraagd? Kunt u nog sneller gaan? Nee, dat is nog niet gevraagd, nee. U bent niet gevraagd om op enig moment een snellere trein te leveren? Nou, die 230, daar heb ik ook over nagedacht. Maar ik kan me alleen herinneren dat in de beschouwingen van de snelheid en met name ook het aanzetten en vertragen en het in- en uitstappen, voor zover je dat kan inschatten op zo'n moment, dat geen zwaar punt is geweest. Te meer omdat in het bestek ook staat dat de maximumsnelheid onder 25 kilovolt 220 km per uur moet zijn. Regelt hij eronder. In ieder geval ook 110% correct uitgevoerd moet kunnen worden. Mm-hmm. Dus je moet sowieso een trein hebben die onder die rijdraadspanning 10% harder moest kunnen rijden.
En daar hebben we aan voldaan. Dank u wel, mevrouw Vos. Nog naar de laatste fase. Waarom wilde Alstom eigenlijk geen nieuwe bieding indienen? De andere partij deed dat wel. In ieder geval hebben we op dat moment besloten om niet meteen een nieuwe aanbieding te doen. Mm-hmm. In latere beschouwingen zijn wel meerdere meningen binnen het Alstom-concern geweest, maar uiteindelijk is besloten om geen aanbieding te doen voor 12 treinen. Omdat dat commercieel wel heel onaantrekkelijk zou worden, gezien de vaste kosten die we hadden. En ook, waarom zou je zulke ongelooflijk innoverende zaken doen voor slechts 12 treinstellen? Op dat moment was er geen enkele zekerheid dat die opties die er ook misschien later gevraagd zouden. Meerdere meningen. Wie ging er uiteindelijk over het besluit en wat vond u zelf? Over het uiteindelijke besluit is de verkoopdirectie Parijs. Die hebben uiteindelijk het besluit genomen. Het deel van Alstom wat heel graag door wilde gaan was met name de fabriek in Valenciennes. Die daar natuurlijk weer een interessant stuk werk in zag. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar die hebben het uiteindelijk niet voor het zeggen gehad. Dat zijn dus eigenlijk de twee meningen. Dus een fabriek die het. We hadden het net over de commerciële interessant, of het commercieel interessant was of technisch interessant. Dus die de partijen binnen Alstom die het technisch interessant vonden, die wilden liever doorgaan. De hoofddirectie in Parijs niet. Commercieel, en wat vond u zelf? Ja, ik heb daar zelf mixed feelings over gehad. Ik kon me commercieel goed voorstellen dat we op dat moment, zeker in die omstandigheid, ons kruid even droog hielden. Mm-hmm. Ik vond het natuurlijk wel enorm jammer, want daar heb je toch veel ziel en zaligheid in gestopt. Want hoe lang heeft u eraan gewerkt in deze tender? Ik ben erbij betrokken geweest vanaf het begin. Ik heb ook andere dingen gedaan, maar dit was wel mijn hoofdactiviteit in die periode vanaf marktconsultatie tot eind 2003. Het was dus een behoorlijke domper in december 2003. Ja. Maar wat was uw reactie dan op die stellingname van de Franse directie, die uiteindelijk dat besloot? Ja, die heb ik mede helpen uitvoeren. Het HSA constateert dan dat Alstom zich met het niet indienen van een nieuw bod eigenlijk de facto zich terugtrekt uit de procedure. Maar er ontstaat dan een briefwisseling tussen Alstom en HSA over wat Alstom nou daadwerkelijk doet, of ze zich wel of niet hebben teruggetrokken. Klopt dat? Die briefwisseling ken ik niet. Nee. En wat vond u van het standpunt van de aanbesteder van de andere kant dus, dat ze niet op basis van de twee best en final offers wilden kiezen? Begreep u dat? Nou, ja, de NS en zo, die werden natuurlijk geconfronteerd met het feit dat wij nog even niet wilde aanbieden en dat ook hebben toegelicht. En vanuit hun interpretatie dat wij ons dus terugtrokken, dat was hun stelling, wel geconfronteerd werden met één aanbieder. Want in zo'n gunningsfase die ook beschreven staat, heb je idealiter natuurlijk een aantal aanbieders die het zouden kunnen zijn. Je hebt voorkeur voor een aanbieder op grond van die criteria. Daar probeer je een contract mee te sluiten. De anderen gaan dan, populair gezegd, in de ijskast. Mislukken die onderhandelingen, kun je altijd nog teruggrijpen op de nummer 2. En die had men dus toen niet. Vond u het eigenlijk dom om dan maar met één partij door te gaan? Nou ja, dom. Met veel respect voor de klant, ik vond het onhandig. Ik denk onhandig. Dat de klant daar in wat moeilijke positie kwam. Wat we vorige week de fuik hebben genoemd. Ja. Ja. En een touw erom. Ja, maar wij hebben dat touw niet gespannen. Nee. Misschien in ieder geval niet bewust. Nee. Had Alstom nog andere overwegingen om geen nieuwe aanbieding te doen? Nee, we hebben geen andere overweging gehad om een nieuwe aanbieding niet in te dienen. We hebben wel besloten om daar geen juridische zaak van te maken. Want dat had natuurlijk wel gekund. We hadden natuurlijk kunnen voor laten komen in kort geding of zo. Waarom heeft u dat niet gedaan?
daarvan is het besluit geweest dat we op dat moment dat niet opportun achten, omdat wij ook nog in een andere aanbestedingsprocedure met de NS begonnen waren voor de vervanging van het stoptrein, dus het sprintermateriaal. Het dus om de relatie niet te belasten? We wilden die relatie niet belasten. Dat is een duidelijke overweging geweest. Maar had u dan een zaak gehad? Ik bedoel, u heeft net een aantal zaken dingen geschetst over het niet voldoen aan de aanbestedingsprocedure. Denkt u dat gewonnen had kunnen worden als dan? Nogmaals, ik ben geen jurist. Mm-hmm. Als dat de enige relatie die we op dat moment met de NS hadden gehad, ik noem het even HSA, moet ik beter zeggen, dan had dat wat mij betreft zeker kans van slagen gehad dat in een rechtszaak besloten wordt dat alsnog op grond van de BAVO van 5 december eerst een duidelijke besluit getoond moet worden over wie het nou eigenlijk zou hebben gewonnen. Maar u heeft dat niet gedaan omdat u toch bezig was met een andere opdracht. Die was misschien commercieel interessanter geweest. U wilde de relatie niet verstoren. Klopt. Op diverse plekken in de media is de verdenking geuit dat zich in deze aanbestedingsprocedure onrechtmatigheden hebben voorgedaan. Heeft u daar zelf ooit signalen van gehad? Nee. Behalve de slordigheden waar we het net over hadden. Heeft u zelf misschien ooit gedacht nog dat er dingen gebeuren die niet in de haak waren? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Waarom kunt u daar geen antwoord op geven? Ja, in de feitelijkheden, ik heb geen aanleiding gehad om te denken dat er onregelmatigheden waren. Daar heb ik ook geen bewijzen van. Nee. Behalve dat het erg frustrerend voor u was om zoveel jaren hiermee bezig te zijn. En dan... Ja, maar dat is natuurlijk het lot van dit soort hele grote aanbiedingen. Dat is zwart of wit. Heeft ook nog meegespeeld dat Alstom ook de TGV's voor Thalys leverde en het dus in principe een concurrent is dan van die nieuwe lijn? Heb ik geen weet van. U heeft daar geen weet van? Nee. Dat is ook nooit besproken ergens bij de koffieautomaten? Nee, niet serieus en ook niet bij de koffieautomaten. Nee. En hoe verhoudt Alstom zich tot de Franse spoorwegen? Zijn de beide zijn toch eigendom van de staat, van de Franse staat? Nee. Niet? Nee. Nee. Alstom was geen... Was, SNCF had... Of de staat van Frankrijk... De staat Frankrijk was geen eigenaar van Alstom op dat moment. Nee. De enige relatie die er was... Was dat de SNCF mee heeft geholpen... Bij het ontwikkelen van de eerste series... TGV's. Dus die waren eigenaar van de eerste ontwerpen van de TGV's. Ontwerpen? Ja. Maar daarna, zeg maar, is het zichzelf los. Iedere spoorwegmaatschappij kan TGV's kopen en dan gaat de SNCF niet moeilijk over doen. Nou, het is een product. Het was op dat moment een product bij de firma Alstom. Ik weet niet, dat is. Ja. Ik heb ze nooit verkocht, dus ik weet niet hoe dat gaat. Ja. Ik geef het woord even aan de voorzitter. U heeft een aantal dingen gezegd over hoe in uw beleving deze aanbestedingsprocedure is verlopen. U heeft waarschijnlijk ook de heer Dupken horen zeggen dat hij wel het idee heeft dat er aanbestedingsrechtelijke risico's zijn genomen. Ja. Hoe duidt u die risico's vanuit Alstom gezien? Nou, daar kom ik terug op wat ik net een beetje schetste. Het risico was dat wij natuurlijk wel een geding aan zouden hebben gespannen. En dat we dat dan ook gewonnen zouden hebben. Waarop dan de aanbestedende dienst misschien zijn mening had moeten wijzigen of zijn procedure had moeten wijzigen. Dat was het risico. En dat verbind ik dan aan wat meneer Dupke zei. Dat ze natuurlijk met een enorme tijdsdruk zaten voor het gaan rijden met dit materieel op de lijn. Ja, dat is volgens u een van de redenen geweest waarom er een aantal fases misschien niet... In uw ogen eerlijk zijn verlopen, is dat er tijdsdruk was? Nee, moet ik dat dan begrijpen? Uw dat hoort u mij niet zeggen. De risico's, zoals ik ze interpreteerde uit dat verhoor waar u het over heeft, gingen met name over dat de HSA of NS Financial besloten heeft om toch met minder aantal, buiten de besteksgrenzen, een aanbieding te vragen. Oh, dit richt zich daarop? Ja. Mag ik het nou zo begrijpen dat u vindt dat u niet eerlijk bent beoordeeld in deze aanbestedingsprocedure? Of misschien niet ben beoordeeld. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet beoordeeld ben. Maar, of dat eerlijk is, niet beoordeeld ben. De aanbestedingsprocedure heeft uiteindelijk toch 2,5 jaar geduurd. U gaf aan, er zat tijdsdruk op. Ja. Is dat nou
bijzonder? Wat is lang? We hebben wel vergelijkingsmateriaal met andere aanbiedingen die we in Nederland hebben gedaan bij bijvoorbeeld regionaal vervoer. Daar ging het wat sneller, maar daar ging het natuurlijk ook over andere technologie en andere omvang. En met name technologische omvang van materieel. Ja. Zijn er nog aspecten waarvan u zegt, die wil ik wel inbrengen in dit verhoor, maar daar is niet expliciet naar gevraagd? Nee, ik denk dat alles wat ik verwachtte en wat ik ook graag zou willen inbrengen aan de orde is geweest. Ja. Dan dank ik u. Ik zie dat er één collega nog een aanvullende vraag heeft. Heer Elias. Ik heb nog één vraag. Ja. Ik hoor u in dit verhoor waar ik geboeid naar geluisterd heb vertellen. Eigenlijk ligt die aanbieding er nog steeds van ons. We hebben er niet over geprocedeerd. Ik denk dat die inmiddels verlopen is, maar... Ja. Nee, maar om commerciële redenen hebben we bewust nagelaten te procederen. Want er liep een andere orde en je gaat de hand die je voet niet bijten. Dat heb ik toch goed begrepen? Dat is mooi gezegd, ja. Maar toen uiteindelijk die Vira, dat het helemaal mislukt was. En die treinen naar de Watergraafsmeer werden gesleept. Heeft toen Alstom overwogen om te zeggen... We hebben nog een aanbieding liggen. We kunnen binnen, als we nu beginnen, dan is het er binnen 2-3 jaar. Dat mag u de directie van Alstom vragen, want ik ben daar in 2008 vertrokken. Maar u had dat eventueel kunnen adviseren of bedenken? Nou, ik denk dat iedereen daar wel, die dat zag gebeuren in binnen- en buitenland, daar wel gedachten over heeft gehad. Ik weet zeker dat dat niet gebeurd is. Want dat, Dan was dat daarmee de slotvraag van dit verhoor en daarmee sluit ik ook dit verhoor. Dank u wel. Dank u wel.